In een eerder interview met Bridget Maasland gaf Katja Schuurman trouwens een interessante inkijk in haar verleden, waarbij ze openhartig toegaf dat ze regelmatig naar de fles greep. Niet zomaar, natuurlijk, maar om die vreselijke situaties te overleven die ze liever uit de weg was gegaan. Ik drink dus ook veel, omdat ik veel dingen doe die ik liever niet wil doen, verklaarde Katja. Het klinkt alsof ze een bijzonder tragisch leven leidt, vol verplichtingen zoals feestjes waar ze niet wil zijn en werkafspraken die te spannend zijn. Wat doe je dan? Precies, een flinke borrel om ervoor te zorgen dat je er niet echt bij bent. Achteraf kwam Katja tot de schokkende ontdekking dat ze eigenlijk een wandelend vat vol, wilskracht en plichtsbesef is. Dit leidde haar blijkbaar naar een leven waar ze liever niet bij was. Maar geen zorgen, want ze heeft inmiddels de zon zien opkomen boven dat kussen van zelfbedrog en besloot dat het ook anders kan. Ik kan ook een leven leiden waar ik wel bij wil zijn en waarbij ik mezelf niet hoef te verdoven, liet ze weten. In een openhartig moment tijdens de podcast van Bridget liet Katja nog weten dat ze dat inzicht wel wat eerder had kunnen gebruiken, vooral tijdens de laatste jaren met Freek. De eerste jaren waren fantastisch, vertelde ze, maar daarna, tja, toen was het blijkbaar minder rozengeur en maneschijn. En nu, Katja is dus helemaal afgereisd naar een resort op Sri Lanka om aan zichzelf te werken. Waar anders zou je zo'n intens innerlijk proces kunnen doormaken dan in een luxe oord met bijpassende wellnessbehandelingen? Nou, dat naar binnen gaan is niet alleen maar een feest, hoor. Puf, ik snap wel waarom ik dat zo vaak op allerlei manieren probeer te voorkomen, schrijft ze, maar voegde er snel aan toe dat het allemaal goed is. Ze blijft stilstaan bij haar innerlijke zelf en wat er allemaal nog verbeterd kan worden. Er is al veel moois daar in mij, en er is ook nog een hoop te leren, te overwinnen. Anders te doen, te verwerken, te creëren. Als afsluiter laat ze weten dat ze net een Shirodara behandeling heeft gehad. Voor wie het niet weet, dat is zo'n stressverlagende hoofdmassage.